Welkom bij een nieuwe rubriek waarin we verschillende onderwerpen met elkaar gaan bespreken in een soort van huiskamersetting. En wellicht ook mensen gaan uitnodigen om bepaalde thema's te gaan bespreken. En vandaag gaan we het hebben over sociale druk. Ja. En wat is dan sociale druk? Wat ervaren we? En wat zijn tips en tricks om er eventueel mee om te gaan vanuit ons oogpunt? Ja. Waarbij we zelf ook verschillende personen zijn en verschillend reageren op bepaalde situaties. En vanuit daar ook hetgeen gaan belichten. Dus om mee te starten, wat ervaar jij als sociale druk? Wat zie ik als sociale druk? Voor mij is sociale druk echt zeg maar de druk die je ervaart vanuit je omgeving om iets op een bepaalde manier te doen of juist niet te doen. Dus dat je het idee hebt dat het gedrag dat jij eigenlijk wil vertonen bijvoorbeeld, dat niet past binnen de setting waarin je bent, of dat je juist een bepaald gedrag wel moet gaan vertonen omdat de setting daarom vraagt of omdat je omgeving daarom vraagt. Dus dat is voor mij wel sociale druk. De druk die je ervaart om je eigen gedrag aan te passen. Okay. Denk ik. Okay. Hoe zie jij dat? Ja, ik zie dat als twee losstaande woorden. Hè, ja. Sociaal en druk. Waarbij elke sociale omgeving die je hebt een ander soort druk met zich meebrengt. En daarmee bedoel ik, je hebt een sociale omgeving op je werk die een bepaalde druk met zich meebrengt. Je hebt een sociale omgeving thuis die een bepaalde druk met zich meebrengt. Op verjaardagen heb je een bepaalde sociale omgeving die ook weer een hele andere druk met zich meebrengt. En de manier waarop jij reageert en hoe jij met die situaties omgaat, dat is voor mij ook sociale druk. Ja. En dat vind ik ook wel mooi om daar met klanten vaak naartoe te kijken, omdat daar ook wel een heel puzzelstukje zit, maar ook vaak wel een best wel een groot gedeelte van invloed. Ja, weet je, ik denk dat een heel simpel voorbeeld daarvan is al. Ik heb best wel wat dames in begeleiding en dan heb je toch vaak hè, dat ze een gezinsleven hebben en dat dan de dame in het gezin met opvoeding aan de slag wil en gaat experimenteren met het avondeten en dat dan kinderen met lange gezichten aan tafel zitten, man lief, die er ook allemaal niks van moet hebben, doe mij maar gewoon een aanlappen met een schnitzel, dat dan die vrouw dat dan ook veel lastiger vindt om ja, daar op een leuke manier mee aan de slag te gaan, omdat het gezinsleven, de kleinste setting waarin ze zit, daar al enigszins weerstand tegen heeft eigenlijk vanuit hun eigen ervaringen. En dat maakt het denk ik voor mensen wel wat stukje moeilijker om hun eigen gedrag te gaan aanpassen of om daar een juiste weg in te vinden. Ja, dat denk ik zeker. Maar het is ook juist wel heel mooi om te kijken hoe krijg je dat wel voor elkaar met kleine stappen. En hoe ja. werk je daaraan om die ja. situatie juist zodanig te krijgen dat ze je gaan helpen en dat ze de voordelen zien. Wat je bijvoorbeeld ook heel vaak terugziet, en ik koos aan wat meer mannen, ja. is wat de maatschappij eigenlijk van de man wil zien. Hè? Dus het prestatiedrang of zich meten aan anderen die een totaal andere lichaamssamenstelling hebben. Dus misschien iemand die heel smal is, super lang kan rennen, om zich te vergelijken, ja maar dat lichaam wil ik ook. Terwijl die zo groot gebouwd zijn ja. en stevig gebouwd, dat die andere die heel smal is zegt, ja ik wil hetzelfde bereiken als die ander. Dus kijk ook goed naar wat bij je past en ben daar realistisch in. Ja. En dat doet sociale druk ook. Hè? Dus als je in een groep sport, zul jij anders gaan sporten of de meeste anders gaan sporten, omdat ze beïnvloed raken van de prestatie van mensen om zich heen, dan dat je het individueel doet. Ja, dat kan inderdaad een hele grote invloedfactor zitten, ja. Dus dat is op sportgebied en op voeding zie je vaak dat we ons willen meten aan social media. Ook dat is een vorm van sociale druk. Daar zie je eigenlijk alleen maar de lichamen gefotoshopt of bewerkt of filters eroverheen. Wat dus ruis kan geven op onze perceptie van wat normaal is en wat bij iemand past binnen ja. die situatie. Ja, dat je dan eigenlijk een beetje de druk krijgt van ja, het voorbeeld wat ik zie op social media, daar gebeurt dit en dat en dat met voeding en daar gebruiken ze deze supplementen. Ja, dat moet ik ook, ja, want dat is hetgeen wat er verwacht wordt of wat een goed resultaat geeft. Ik denk dat als je veel dichterbij gaat kijken nog, dat daar hoor ik ook bij heel veel mensen terug, dat bijvoorbeeld een setting zoals een verjaardag of zo, ja. of een bedrijfsfeestje, dat ook al sociale druk met zich mee kan brengen in die context. Dat ja, dan zit je op een verjaardag en dan is het normaal dat iedereen van de toastjes op tafel pakt en dat er taart wordt gegeten en dat er een wijntje bij gedronken wordt. En dat als jij dan de vraag krijgt van ja, wil je ook? En je zegt dan nee, ja, dan is dat raar. Ja. Dan doe je niet gezellig mee. En dat is idem dito zo op bedrijfsfeesten. Ja, weet je, van die bedrijfsfeestjes waar dan ik heb zelf bij een bedrijf gewerkt dat normaal was. Alles werd gevierd met champagne en alcohol.
Ja, en als je dan geen champagne drinkt en geen alcohol drinkt, ja, dan ben je echt niet normaal, zeg maar. En ja, dat kun je wel als druk ervaren. En ik denk dat de druk die je dan ervaart ook heel erg afhankelijk is van hoe je daar zelf dan in staat uiteindelijk. Zeker. Als jij bijvoorbeeld, stel je werkt net bij een bedrijf en daar is het normaal als dan een bedrijfsfeestje is dat iedereen zich helemaal ladderzat drinkt, zeg maar. Hè? Want dat hoort bij het bedrijfsfeestje, we kunnen even los. En je werkt pas bij dat bedrijf en je wil laten zien dat je erbij hoort of een wit voetje halen bij je leidinggevende, dan denk ik dat je er veel makkelijker, veel eerder in zal meegaan dan wanneer je bijvoorbeeld al veel langer in zo'n bedrijf werkt en mensen je al een beetje kennen. Ja. Dus ik denk dat de manier waarop je zelf in een bepaalde context binnenkomt of staat, dat die ook heel erg veel beïnvloedt hoe jij met de sociale druk vanuit zo'n context omgaat. Ja, dat denk ik ook wel zeker. Het is ook de vraag, ja, op het moment dat jij een wit voetje wil halen, op welke manier wil je dat doen? Haal je het wel op die manier of wil je laten zien wat je waard bent door in de praktijk heel goed te zijn in de plaats van op die feestjes? Ja, dat klopt. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat zo ervaren. Ik zeg ook niet dat ze dat niet kunnen ervaren. Ik zeg alleen, je kunt ook naar andere manieren kijken. Ja, hè? Absoluut. Dus het is maar van welk perspectief je kijkt. En dat is eigenlijk vaak met sociale druk. En als je kijkt naar wat wij verstaan onder sociale druk, komt er eigenlijk naar voren, hè? Dus dat je in een omgeving een bepaalde druk ervaart. Ja. En dan kijk naar hoe jij reageert binnen een bepaalde context. En dan vind ik het ook wel een mooi bruggetje om dan te kijken van, waar denk jij dat die sociale druk vandaan komt? Want je zegt net bijvoorbeeld al cultuur op het werk. Ja. Dat ontstaat ergens. Ja. Dus ik ben wel eens benieuwd, waar denk jij dat sociale druk... Ja, ik denk dat een hele belangrijke factor voor sociale druk is dat je... Weet je, je bent zelf ook binnen een bepaalde context opgegroeid. Je hebt een bepaalde opvoeding, je gaat vervolgens naar een basisschool waar je weer dingen meekrijgt. Je belandt op een werksituatie waar je weer dingen meekrijgt. En ik denk dat die context voor iedereen anders is. Dus iedereen heeft iets anders meegekregen vanuit zijn ervaringen, vanuit zijn opvoeding, vanuit hetgeen wat hij heeft meegemaakt. En ik denk dat dat ook bepaalt dat we bijvoorbeeld anders tegen bepaalde zaken aankijken. En dat de sociale druk die jij ervaart vanuit iemand anders, komt heel vaak vanuit het perspectief dat iemand anders heeft. Dus de visie en de zienswijze die iemand anders heeft, die reflecteert die op jou. En dat is wat jij ervaart als sociale druk. Ja. Nou, eigenlijk denk ik dan dat heel vaak komt dat voort uit wellicht dan een stukje onbegrip vanuit de ander over hetgeen hoe jij daarin staat, vanuit jouw belevingswereld. Dus dat stukje onbegrip is denk ik wel een hele belangrijke factor vanuit waar die sociale druk ontstaat. Dus vanuit waar een ander zijn mening denkt te moeten geven of geeft. Oké. Dus dat is één stukje waar sociale druk vandaan komt. En ik denk dat, we zeiden net al, wanneer jij net binnen een bepaalde setting werkt of binnen een bepaalde cultuur terechtkomt, dat ook wel een heel groot stuk voortkomt uit het feit dat je zelf heel graag aan bij de menigte wilt horen. Je wil niet de vreemde etende bijt zijn. Dat is denk ik ook wel een stukje mens eigen. Dat je erbij wil horen. Dat je onderdeel wil zijn van een community of onderdeel wil zijn van een groep. En dat je dan je gedrag gaat aanpassen om dat te kunnen zijn. Ja, en dat is wat je ook steeds meer ziet. Hè? Er bestaan steeds meer communities op bepaalde gebieden. Hè? Leefstijl, business. Je ziet ze eigenlijk steeds meer vormen en mensen zoeken bepaalde groepen op die bij zich passen. Ik denk dat het ook een stukje meeneemt van wat je allemaal mee hebt gemaakt, waar jij heel goed in bent geweest en wat misschien ook wel voor leed heeft gezorgd, wat je dus reflecteert. Ja. Als jij mensen kwijtraakt door ongezonde levensstijl, dat jou meer grijpt dan iemand die dat niet heeft ervaren. Ja. Dus ik denk dat dat een stukje belichting is, maar ook vanuit hoe jij inderdaad kijkt naar de wereld. Hè? Wat is voor jou normaal? Dat hoeft voor een ander niet normaal te zijn. Ja. Ja, dus als wij kijken naar de maatschappij en hoe wij feesten doen of hoe wij eigenlijk voeding een centrale rol spelen in ons geluk zijn of iets te vieren. Ja. Ja, als je kijkt naar oudsher is dat niet normaal. Maar dat is wel iets wat in de komende jaren of de afgelopen jaren in is geslepen. Van oké, ja, we hebben iets te vieren, we gaan met z'n allen eten. Ja. Hè, omdat eten iets zegt over welvaart en over oké, ik wil dat met jullie delen. Ja. Terwijl ik juist kijk van, oh, ik vind het eten is mij niet belangrijk. De gezelschap, de mensen die daar zijn, de connectie die je kan maken, dat is voor mij heel waardevol. En daar hoeft eten, hoeft daar niet per se een onderdeel van te zijn. Dus waar sociale druk vandaan komt, dat zie je vaak een stukje opvoeding. Ja. Dat is heel terecht wat je aangaf, ook een hele mooie wat je aangaf. Ik denk ook in wat je in je leven hebt meegemaakt, vanuit die bril, die kleurt ook mee. Hè? Dus jouw filter waarmee je de wereld ziet.
Heb jij nog aanvullingen? Nee, ja, weet je, ik denk dat dat het belangrijkste is. Je komt gewoon in je leven mensen tegen die vanuit een andere bril naar de wereld kijken. En dat op het moment dat je dan die mensen tegenkomt, dat zorgt voor sociale druk, omdat die ander er anders in staat dan dat jij erin staat. Wat ik wel nogal eens vaker terug zie komen, is bijvoorbeeld, ja, noem het een stukje jaloezie, noem het een stukje onzekerheid. Een beetje afhankelijk van waar het vandaan komt. Is dat bijvoorbeeld iemand probeert af te vallen. En mensen in die vriendenkring of in de collegiale kring hebben dat dan ook geprobeerd, maar dat is niet gelukt. En reflecteren dan het feit dat het bij hun niet gelukt is op diegene wat het dan op dat moment probeert. En proberen dan vanuit een stukje jaloezie of onzekerheid of het is mij ook niet gelukt, dus ja, waarom zou het jou dan wel lukken? Vanuit daar dus die sociale druk een beetje op te voeren. Van, ach, stel je nou niet zo aan en je kan toch gewoon een keer meedoen. En weet je, dus, ja, ik denk dat dat ook nog wel een hele belangrijke factor is. Ja. Niet altijd, maar het kan wel. Ja, en ik denk om daar als laatste aanvulling nog iets aan toe te voegen is het goed bedoelde advies. Ja. Met al jouw hart en zaligheid vertellen hoe jij denkt dat iemand zijn leven moet leiden. Of hoe jij denkt dat iemand moet eten. En van een moment moet kunnen genieten. Wat voor jou misschien dat betekent voor eten. Kan voor een ander dat hij totaal denkt, ja, maar dit is voor mij niet genieten. En dat mensen dat voor jou gaan invullen. En dus mensen projecteren eigenlijk hun belevingswereld op jou. Ja, en dan geven ze jou goed bedoelde adviezen waar je misschien helemaal niet zit op te wachten. Of je denkt van, ja, leuk dat je dat nou doet. Of helemaal niet leuk, hè. Ik ervaar daar weerstand van. En juist op die moment is het belangrijk dat jij weet welke eigenwaarden jij hebt. Wat voor jou belangrijk is, wat jouw persoonlijke waarden zijn en vanuit waar jij handelt. Om dat ook gewoon terug te kunnen geven. In plaats van te bezwijken en zeggen, ja, je hebt misschien wel gelijk. Dus misschien moet ik dat ook wel zo gaan doen. Ja. En dat is misschien ook wel een mooi brugje naar het volgende gespreksonderwerp. Is van, ervaar jij sociale druk en hoe ervaar je dan sociale druk? Voor mij, ja, ik ervaar sociale druk. Voornamelijk vanuit de hoek natuurlijk dat ik... Ja, kijk, jij weet dat natuurlijk heel goed. Maar mijn manier van omgaan met mijn levensstijl en mijn manier van omgaan met voeding is... Ja, nou, ik kan wel gerust zeggen, denk ik, anders dan 99% van de mensen om me heen. Ja, misschien 90. Ik denk 99 schaar je jezelf, denk ik, te hoog in. Want er zijn echt wel meer mensen, denk ik, die... Ja, weet ik niet. Maar in ieder geval, het grootste gedeelte van de mensen om mij heen, ik kijk daar heel anders tegenaan. En als ik dan heb over mijn manier van met voeding omgaan, ja, wat is dat dan? Nou ja, ik trek alles, ik weeg alles. Alles wat ik eet en drink, dat is allemaal afgewogen. Past binnen mijn macro's, past binnen mijn caloriebudget. Dus het is allemaal heel erg gecontroleerd eigenlijk wat ik doe met eten. En wat ik heel erg merk is dat dat begrijpt niet iedereen. En sterker nog, het voorbeeld wat jij net aangaf van het zien als genieten en wat je dan ziet als genieten, ja, dat is bij mij wel een factor die bijvoorbeeld meespeelt. Als ik sociale druk ervaar, dan komt dat vaak omdat mensen die dicht bij me staan, mensen die wiens mening ik hoog heb zitten, dan naar mij toe goed bedoeld advies geven over het feit dat ik wel moet blijven genieten. En wel ook moet kunnen blijven afwijken en niet alles gecontroleerd hoeft te zijn. Dus dat advies krijg ik best wel... Ja, dat krijg ik best wel regelmatig. En dan soms vind ik het wel eens lastig om daarmee om te gaan. Dat ik dan denk van... Ja, is dat dan zoetje dat ik ga twijfelen... Of dat dan... Of ik dat dan zou moeten doen of niet. Terwijl ik eigenlijk bij mezelf denk van... Nee, want mijn perspectief van genieten is heel anders. Ja. Op het moment dat ik besluit om niet mee te doen met een externe lunch... Of mijn eigen eten daarin te verzorgen... dan is dat voor mij, op mijn manier, ook genieten. Omdat ik die lunch waarschijnlijk dan helemaal niet waard vind. Dat oordeel heb ik al lang voor mezelf klaar liggen. Ik heb dan voor mezelf bepaald, nou ja, die lunch, nou, daar doe ik het gewoon niet voor. Mijn eigen eten is lekkerder. Dus ja, wat is dan genieten? En als je dan kijkt naar, hè, want je zegt nu, je hebt nu even ingezoomd op jouw stukje voeding. Wat ervaar je dan op die momenten voor sociale druk? Want je zegt, dan heb ik daarvoor voor gekozen. Weet je, wat bij mij dan wel vaak het geval is, omdat ik daar voor andermans begrippen redelijk extreem in ben, wordt er al heel snel een stickertje opgeplakt. Dus er wordt best wel snel
dan gezegd van, ja, het moet niet eetstoornisachtig gedrag gaan zijn. Het is veel te extreem wat je doet. Dus dat vind ik soms dan wel eens lastig, omdat ik, ja, dan kan ik wel eens gaan twijfelen aan mezelf. Dat ik denk van, ja, maar heb ik het dan zelf zo mis? Niet omdat ik er zelf niet achter sta, maar omdat het dan zo nadrukkelijk naar me toe wordt gecommuniceerd, dat ik denk van, ja, even zelf op mijn hoofd krabben, want ja, dan ga ik zelf twijfelen. Terwijl als ik het dan echt bij mezelf naga, dat ik denk van, nee, ik voel me hier goed bij, dus dit is oké voor mij. Maar ik vind het dan soms lastig om, zeg maar, de mening van de ander daarin ook van me af te zetten. Ja. En dat is iets wat jij bijvoorbeeld heel goed kan. Jij zegt dan van, nou, dat is iemand anders zijn mening, prima. Dat is voor mij oké, ik heb een andere mening. Ja, en dat vind ik soms lastiger. En waarbij ik wel respect heb voor de andere mening. Hè? Ja. Dus ik snap wel waarom bepaalde mensen die reflectie geven of soms ook niet, maar dan is het voor mij aan hun om daar iets mee te doen. Ja. Om te zeggen, oké, ik accepteer het. Ik laat jou zoals jij bent. Of het roept bij mij weerstand op en ik ga met die weerstand verder. Maar op het moment dat jij kiest voor die weerstand verder te gaan, is het voor mij tijd om afscheid te nemen en te zeggen, oké, dan val jij niet binnen de vriendengroep die ik om mij heen wil hebben. En dat is prima. Terwijl als jij mij die ruimte geeft, dat we superleuke gesprekken kunnen hebben en dat jij op jouw manier gewoon je leven invult en ik op mijn manier. Ja, maar ik laat mij inderdaad niet vertellen hoe ik mijn leven moet leiden of hoe mensen denken dat ik bepaalde situaties moet gaan invullen, omdat ik daar zie ik geen meerwaarde in, want dan ga ik leven zoals hij dat wil. En ja, ik pas mijn leven niet aan op mensen zoals zij denken dat het moet. Maar ik wil wel, of ik sta wel open van de mening van de anderen en waar dan die overtuiging vandaan komt. Dat vind ik heel mooi om te kijken van, oké, waar ontstaat dat dan? Maar ervaar jij dan wel eens sociale druk? Ja, weet je, ik denk dat iedereen wel sociale druk ervaart. En het is ook constant aanwezig. Het is alleen, hoe ga je met die sociale druk om en wat doet het met jou? Natuurlijk ken je ook wel eens, ik ken me heel erg in wat jij zegt, van soms ga je dan twijfelen en denken van, moet ik iets met wat die ander zag? En vervolgens als ik dan kijk naar mijn eigen waarden, die voor mij heel belangrijk zijn. En één is bijvoorbeeld gezondheid voor mij. Maar ook een stukje out of the box denken. En laat mij maar lekker een ander pad bewandelen dan dat 100.000 mensen dezelfde weg in gaan. Dat vind ik mooi, want dat past bij mijn eigen waarden. Ja. En op het moment dat ik kies om dat te doen, sta ik daarachter. En dan kun je ook zien wat de kracht van zelfovertuiging met een ander kan doen. Ja. Want uiteindelijk zie je of mensen gaan meebuigen of ze buigen totaal niet mee. Ja, prima. Het is allebei goed. Ja, ja. Alleen, dan is er aan mij de keuze. Wat doe ik daarmee? Ga ik die confrontatie opzoeken? Of zeg ik gewoon, ja, prima, als je er niet mee kan leven, dan moet je mij misschien gewoon niet uitnodigen. Ja, want dat is prima. Ja. Ja, ik vind dat wel heel knap, hoor. Omdat ik dat dus inderdaad, dat stukje, dat is voor mij nog best wel een lastig iets. En ik denk dat dat voor heel veel mensen echt een lastig iets is om eigenlijk, zeg maar, in welke situatie dan ook altijd achter je eigen waardes te blijven staan. Ondanks dat bij wijze van de hele groep zegt, wij gaan links en jij wil rechts. Dat is gewoon best wel heel erg moeilijk. Dus het is heel erg, ik vind het heel knap als je dat heel goed kan. En ik denk ook wel dat dat ook iets is wat je kan leren. Absoluut. Maar daarvoor moet je wel af en toe zelf door een zure appel heen bijten. Dus de weerstand die je weet dat er gaat komen, gewoon verwachten en daar ook gewoon op voorbereid zijn dat die weerstand daar is. En hoe vaker dat je dat dan in die situatie komt en daarin achter je eigen mening blijft staan, hoe beter dat je daarin wordt. Ja, en ik denk ook dat het een verschil is op welk vlak het is. Kijk, op het moment dat ik weet gewoon, durf ik best wel te zeggen, dat ik best wel veel weet over gezondheid, voeding en mindset. Ja. Dus op het moment dat ik daar bewust voor kies, kan ik heel goed onderbouwen waarom ik bepaalde facetten kies. Als ik kijk naar mijn werk, daar komen soms voorbeelden voor. Dan begin ik te twijfelen, omdat ik gewoon niet per se heel goed weet wat daar mijn eigen waarden in zijn en daar de kennis over heb om soms daar de juiste beslissingen te maken. En dan loop je soms mee en denk je, ah shit, achteraf had ik toch maar op mijn gevoel vertrouwd in de plaats van met mijn hoofd. Maar dat is dan ook wel heel leerzaam. Ja, absoluut. En weet je, wat ik jammer vind in deze maatschappij is dat falen zo benadrukt wordt alsof dat mag niet. Maar juist door die beslissing te nemen en een keer keihard op je smoel te gaan, dat is het moment dat je denkt van, ah fuck, dat vond ik me zo niet prettig. Dat gaat me de volgende keer niet gebeuren. Ja, dus je leert daardoor ook weerstand op te bouwen en juist te leren van die activiteiten. En daar zie je dat mensen heel bang voor zijn of schuw voor worden gemaakt om dat op te zoeken. Als we dit nou gaan vertalen naar gewoon echt wat concrete tips. Ja.
Dan is, denk ik, tip nummer 1 van mijn kant, kies vanuit je eigen persoonlijke waardes. Weet wat voor jou belangrijk is. Weet waarom je bepaalde keuzes maakt. Waarbij het belangrijk is om respect voor de ander te hebben. Ja. Ja, dus dat je zegt, oké, ik begrijp wat je zegt, maar vanuit mijn perspectief, maar geeft eigenlijk al weerstand aan, dus misschien dat woord niet gebruiken, maar vanuit mijn perspectief heb ik een bepaalde facetten die voor mij heel belangrijk zijn. En dat is gezondheid en op basis daarvan maak ik deze keuze bewust. En dat is voor mij genieten en dat is voor mij... Waar je voor moet opletten is dat je in een soort verdedigingsrol gaat, dus dat je alleen maar gaat zeggen, ja, ik wil dit of nee, uitleggen en that's it. Ja. Mensen accepteren het of accepteren het niet, dat is aan degene tegenover jou om daar iets mee te doen. Maar dan heb je eigenlijk al 2 tips heel mooi in 1 samengevat. De allereerste tip dan om echt gewoon voor jezelf goed in kaart te brengen. Een dubbele tip. Ja, een dubbele tip. Allereerst in kaart brengen voor jezelf wat überhaupt je eigen waarden zijn, ja, en wat je eigen drijfveren zijn. Ja. En de tweede tip die ik dan wel heel erg mooi vind in jouw verhaal is het stukje respectvol reageren naar anderen. Omdat, weet je, iemand anders mening komt ook ergens vandaan. Zeker. Dat is waar we het straks over hadden, van dat is waar sociale druk ook vandaan komt. Dus heb daar respect voor. En dan heb jij in ieder geval je duit in het zakje gedaan. En als de andere dan geen respect teruggeeft, dan zegt dat iets over die ander en niet over jou. Ja, en ja. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Wat ik eraan toe zou willen voegen is dat voor mij ook wel het heel goed werkt om een stukje positiviteit en enthousiasme en terugkoppeling te geven. Kijk, jij zei al van reageer niet vanuit weerstand. Als je weerstand om laat draaien naar een stukje positiviteit en enthousiasme, dan heeft dat soms ook wel een reflectie op een ander. En dat is wel heel mooi om te zien. Weet je, als jij heel enthousiast bent over hetgeen wat je doet en waarom dat je het doet, wordt het voor een ander echt wel veel moeilijker om daar dan weer vanuit weerstand op te reageren. Want je enthousiasme, ja, dat straalt ook over naar de ander toe. Dus ik denk enthousiasme, positiviteit, dat dat ook wel een hele belangrijke tip is. En ik denk dat het een hele krachtige drager is van het laten zien waar je voor staat. Hè, op het moment dat jij meteen de negativiteit inschiet, wat we heel vaak doen en geneigd zijn, hè, want onze hersens die... Ja, een stukje verdedigingsmodus. Ja, en dat is zo zonde. Terwijl als jij openstaat voor de mening en het verhaal van de ander en goede vragen stelt, luistert, maar vervolgens ook kan filteren, oké, ja, dit is wat het voor mij betekent. Ja, dan zie je vaak dat er een soort connectie ontstaat of dat ze begrip gaan tonen. En dan zie je dat het gesprek een heel andere wending krijgt. En ze uiteindelijk misschien ook wel eens zeggen, want ik heb dat wel eens gehad in een gesprek, dat ze zeiden, ja, ik vind het gewoon super knap. En misschien was het gewoon bij mij in eerste instantie weerstand, omdat het mij niet lukt. En heb je tips om voor mij daarmee om te gaan? Ja. Dus je ziet dan dat zo'n gesprek begint als een soort aanval. Ik hem niet zie om te verdedigen, maar juist een kans zie om het gesprek aan te gaan. En vervolgens 180 graden draait. En je zelfs tips gaat geven of ze vragen naar tips om ermee om te gaan. Ja. En dan zie je een stukje kwetsbaarheid. En ik denk positiviteit, maar durf je ook kwetsbaar te laten zien. Hè? Want je bent geen onoverwinnelijk iets. Nee, zeker niet. Laatste tip, denk ik, om mee af te sluiten, is een stukje humor, een stukje sarcasme. Ja. Wat gewoon ook, weet je, net zoals enthousiasme werkt humor ook gewoon vaak heel goed. Voor mij echt het meest, het voorbeeld wat mij altijd bij zal blijven, is het moment dat iemand tegen mij zegt, kom ik met mijn bakje aan op een verjaardag, eet ik mijn eten uit een bakje, terwijl iedereen zeg maar lopend buffet heeft. En dan komt iemand naar mij toe en die zegt, ja, waarom eet jij je eten uit een bakje? En toen heb ik gewoon gevraagd, ja, waarom eet jij je eten van een bord? En ja, dan schiet iemand in de lach omdat hij die terugkoppeling niet verwacht. En dan is het ijs gebroken. Dus dan haal je eigenlijk letterlijk een beetje de druk van de ketel af. Dus dan is de druk ook van het sociale af. En ik denk dat dat ook wel een hele, hele krachtige methode is om voor jezelf de druk eraf te halen, maar ook voor de ander. Ja, en ik geef een voorbeeld op mijn werk ook. Bijvoorbeeld, ik had heel veel groenten bij en ik vind het super lekker om groenten te eten. Waarbij een docent tegenover mij zat en ik mijn groenten en die keek me aan en zegt die, voel je nou niet net zo'n knijn? En ik keek naar wat hij in het eten was en mijn eerste reactie was, waarom aangevallen voelen? Maar toen dacht ik, toen zei ik, voel jij je niet als een cocktail? Als gewoon een chemische mix, want jij stopt allemaal chemisch geproduceerd eten in jouw lichaam zonder dat je weet wat het doet, dus... Al weet ik niet of ik me konijn voel, maar voel jij je dan een cocktail? En gewoon die reactie die je krijgt om met humor de counter in te zetten en denkt van, wow, waar kwam die vandaan? Dat je eigenlijk het effect wat de konijn bij jou doet, de cocktail bij de ander. Eigenlijk terug bij de ander. Ja,
dan is het denk ik ook, en daar ontstaat ook dan een heel leuk gesprek. Want dat is geen weerstand, het is gewoon ja, het andere gevoel ook weer neerleggen. En dat is ook wel ook, dus met humor kun je heel veel bereiken. Ja. Dus als je goed gaat kijken naar de tips die we hebben, dan hebben we 1. Ken je eigen waardes, durf er voorop te komen, spreek ze ook uit. Heb respect voor de mening van anderen en durf ook te luisteren en vragen te stellen waar die vandaan komt. Ja. Ga vooral niet verdedigen en aanvallen. Want dat gaat dat moet aan voetbal of sporters overlaten. Maar dan ga je het vaak terugkrijgen. Ja. Want dan is er weerstand. Zoals jij heel terecht een mooie aangaf, hè, benaderen van positiviteit. Enthousiasme. Enthousiasme. Laat zien waarvoor je staat en laat het ook overkomen. En de 4e is humor. De stukje humor en sarcasme. Dus durf jezelf ook gewoon eens een keer voor lul te zetten. Of ja, maar weet je, dat is wel super belangrijk. Ja. Op het moment, ze noemen mij ook, daar komt hij met de viskoffer. Ja, weet je, ja, prima. Milkreptas. Ja, lekker, viskoffer. Ja, lekker groente vissen. Ja, en dat zijn eigenlijk, er zijn meerdere tips, maar dat zijn de 4 tips die we uit dit gesprek halen. Ja. Die je zou kunnen inzetten om om met sociale druk aan de slag te gaan. Nou, heb je nou zelf even toch vragen over een stukje sociale druk of ervaar je heel veel sociale druk en ja, wil je daar graag wat persoonlijke tips voor? Dan mag je ook altijd even reageren onder deze video. En wil je dat liever in een wat meer private setting doen, dan mag je ons ook gewoon een berichtje sturen. Kan via een DM hè, op Instagram of op Facebook. Of je kan, we hebben maandelijks ook een Q&A, daar kun je in joinen en daar de vragen stellen. Absoluut. Daar help je dat super graag mee ook. Ja, en als je andere onderwerpen hebt waarvan je zegt van nou, dat wil ik graag laten terugkomen in jullie gesprek. Of ik wil graag met jullie een gesprek op de bank. Ja, mag ook, hè? Leuk. Ja, laat zeker. Het ons weten in een reactie. En dan gaan we daar heel graag op in. Ja. Ja. Dankjewel voor het kijken.